je Kikker en zijn vriendjes ziet, ga dan met ze mee en aarzel niet. Zoveel te zien, dus kom maar gauw. Een nieuw avontuur wacht hier op jou. Als je vrolijk bent, dan is het fijn dat je vriendjes van elkaar kunt zijn. Maar ben je verdrietig of voel je je naar? Kikker en zijn vriendjes staan voor je klaar. Varkentje, eend, haas en rat. Met Kikker en vriendjes beleef je heel wat. Het was een perfecte dag om perfect te zijn. Althans, dat is wat Kikker dacht. Kikker? Bijna. Ik wil het goed doen. Ik wil het helemaal goed doen. Dat zei je de vorige keer ook. En de keer daarvoor. En de keer daarvoor. Maar deze keer is het anders, Eend. Deze keer zal het echt perfect worden. Ik ben moe van dat niet bewegen, Kikker. Ik ben bijna klaar. Bijna, bijna, bijna. Hou het nog even vast. Oh. Zo. Ik wil het zien. Mag ik kijken? Oh, nee. Wat is er aan de hand? Deze is ook alweer niet perfect. Kikker, wacht. Oh. Kikker, gaat het wel? Nee, het gaat helemaal niet. Wat is er dan aan de hand? Ik weet het niet. Ik voel me... Eend? Wat ben je aan het doen? Ik probeer je op te vrolijken. Nou, dat werkt dan mooi niet. Het enige wat mij op kan vrolijken is als ik een perfect schilderij maak. Waarom moet het toch perfect zijn? Waarom vond je deze niet mooi? Hij is niet perfect. Ik vind hem mooi. Hallo allemaal. Is het geen prachtige dag? Hallo varkentje. Vind jij deze mooi? Wat is het? Zie je wel, het is gewoon een stom schilderij. Als het gewoon een stom schilderij is, waarom ben je dan zo boos? Kikker heeft het geschilderd. Het is een schilderij van mij. Oh. Wil je soms een appel? Misschien heb je gewoon honger. Misschien ook niet. Ik ben boos. Ligt het aan mij, Kikker? Het spijt me dat ik je schilderij niet mooi vond. Nee, ik ben niet boos op jou, varkentje. Maar waarom ben je dan boos op mij? Wat heb ik gedaan? Het ligt ook niet aan jou, Eend. Oh, maar op wie ben je dan boos? Ik weet het niet. Heb je soms een baaldag? Ik ben boos. Op wie dan? Ik weet het niet. Ik denk dat ik ben boos op mezelf. Ik ben boos op mezelf. Kikker! Ik wil gewoon dat mijn schilderijen perfect zijn. Als het niet perfect is, waarom zou je dan nog schilderen? Ik vind hem mooi. Waarom? Tja, oké, het klopt. Hij is niet perfect. Dat heb ik je toch gezegd? Maar wat maakt het uit of hij perfect is? Ik vind hem mooi. Ik vind hem mooi omdat jij hem geschilderd hebt.
Eend heeft gelijk, jongens. Weten jullie nog die keer dat ik taart gemaakt had en vergeten was er suiker in te doen? Oh ja, dat was vreselijk. Dat was vreselijk, maar het betekende niet dat ik niet wist hoe ik een taart moest bakken. We strooiden er gewoon wat suiker op. En toen at ik 2 grote stukken van die taart. Misschien is die toch niet zo slecht. Ik vind dat je de bek van Eend heel mooi geschilderd hebt. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. En ik vind dat mijn voeten er schattig uitzien. Die zijn inderdaad schattig. En je hebt het vrolijke karakter van Eend goed uit laten komen. Hé, dat vind ik ook mooi. Ik vind alles eraan mooi. Maar hij is niet perfect. Dat is Eend ook niet. Hey! Oh, je hebt me op een idee gebracht. Kom mee! Wacht op ons! Dit is het. Heel goed. Niet bewegen. Perfect, varkentje. Hou dat vast. Kikker was niet meer boos. Mogen we al bewegen? Ik heb honger. En wat zo perfect was aan Kikkers nieuwe schilderij, was het plezier dat hij had bij het schilderen. Nog even stil blijven staan. Varkentje, Eend, hazenrad. Met Kikker en vriendjes beleef je heel wat. Als je Kikker en zijn vriendjes ziet, ga dan met ze mee en aarzel niet. Zoveel te zien, dus kom maar gauw. Een nieuw avontuur wacht hier op jou. Als je vrolijk bent, dan is het fijn dat je vriendjes van elkaar kunt zijn. Maar ben je verdrietig of voel je je naar? Kikker en zijn vriendjes staan voor je klaar. Varkentje, Eend, hazenrad. Met Kikker en vriendjes beleef je heel wat. Op zoek naar plezier en avontuur had Kikker besloten met Rad mee te gaan vissen. Ik heb je! Bijna! Ha ha ha.